Het Goffertbad ontwaakt uit haar winterslaap. Alhoewel, echt rustig was het deze winter niet. Het was tijd voor een grondige renovatie van het wedstrijdbad, dat ook gebruikt wordt door waterpoloverenigingen Hydrofiel en Aquanovio. Nou, in de winter laten wij doorgaans het water erin staan. Alleen afgelopen winter hebben we heel veel onderhoud gepleegd. De hele 50 meter bassin is opnieuw betegeld, de vloer. Er stond een gigantisch grote tent, dus, want ze moesten de hele winter doorwerken. Ook om het bad heen moest er deze winter het een en ander gebeuren. Ja, we hebben zeker een paar bomen moeten snoeien, omdat ze eigenlijk de langste tijd gehad hebben en een gevaar op zouden leveren bij storm. Die zullen zeker worden vervangen in het najaar. Dan gaan we behoorlijk wat bomen opnieuw planten. Voor het zomerseizoen moet er meer gebeuren dan alleen de poort openen. Nou, zo rond begin maart, dan komt de eerste vrijwilliger al het bad schoonmaken. Dan laten we het bad normaal leeglopen. Nu was het leeg omdat er nieuw betegeld werd. Die begint met schoonmaken. En zo in de eerste week van april starten we zo'n beetje met het vullen van de baden. Het is een hele klus om het water schoon te houden. Nou, het water gaat door een zandfilter heen. Dat zand, dat water gaat er doorheen. Dat betekent dat het zand het vuil vasthoudt. En heel af en toe, één keer per week, maken we die filter schoon door de bovenlaag, waar al het vuil ligt, weg te blazen en af te voeren in het riool. Het vullen van het bad, dat duurt ongeveer een 10, 14 dagen. En als de baden gevuld zijn, dan gaan we ze opstoken om het in ieder geval tot een temperatuur van minimaal 20 graden te krijgen. Het brandschone Goffertbad is tot half september open.